Quadranthoek, 5, 4, 4. Laden! Artillerie, een geducht wapen. Steun en toeverlaat voor infanterie en cavalerie. Demoraliserend voor een vijand. Een van de oudste wapens in het leger, door de Staten van Holland in 1677 opgericht. Sindsdien vele malen gemoderniseerd en geperfectioneerd. Van met mankracht, paarden en motortractie voortbewogen stukken, tot de huidige moderne, op rupsonderstel gemonteerde 155 mm haubitsen. Om ontdekking door een vijand zoveel mogelijk te voorkomen, vinden troepenbewegingen meestal bij duisternis plaats. Om een duidelijk beeld te kunnen geven van de werkwijze van een vuurmondbatterij, spelen de verplaatsing en stellingname zich in deze film af bij daglicht. Organisaties van enige omvang in het leger worden weergegeven in schema's. Een eenheid artillerie is een afdeling die is onderverdeeld in een stafverzorgingsbatterij en drie vuurmondbatterijen. Dit is het schema van een vuurmondbatterij die er in werkelijkheid zo uitziet. 27 voertuigen en 116 man personeel. Om u straks een juiste voorstelling te kunnen geven van elk optredend onderdeel van de batterij, zullen we dit schema wat nader bekijken. Allereerst de batterijstaf. Onderverdeeld in de commandogroep. Batterijcommandant en batterijopperwachtmeester met hun chauffeurs in twee jeeps. Administratie-bevoorradingsgroep. Sergeant-majoor-administrateur, wachtmeester-verzorging, een korporaal en een kanonier in een drietonner. Onderhoudsgroep. Sergeant-onderhoud met vier monteurs in een drietonner. Terreinmeetgroep. Een luitenant, een wachtmeester, een korporaal en een kanonier met twee chauffeurs in twee jeeps. Verbindingsgroep. Een wachtmeester, twee korporaals, twee kanoniers en chauffeurs in een jeep en een eentonner. De ordonnans verplaatst zich met een motorfiets. Gevechtsbatterij. De gevechtsbatterij is onderverdeeld in drie groepen. Commandogroep. Batterijofficier en batterijofficier toegevoegd met hun vuurregelings- en verbindingspersoneel in een gepantserd commandovoertuig en een eentonner. Zes stukken. De vuurkracht van de batterij. Zes wachtmeesters stukscommandant met hun plaatsvervangers. 12 richters en 42 kanoniers in 6 M109's. En 6 drietonners. En als laatste de munitiegroep. Een wachtmeester met 4 chauffeurs en 8 munitiewerkers in 4 drietonners. De batterij bevindt zich in een verzamelgebied. De batterijcommandant ontvangt van de afdelingscommandant een bericht in code dat inhoudt dat hij met zijn verkenningsgroep moet verschijnen op een ontmoetingspunt voor een bevelsuitgifte. Hier 3-9, Roger uit. De batterijcommandant roept zijn ordergroep bij zich. Hij decodeert het bericht om tijd en plaats van het afdelingsontmoetingspunt te verkrijgen.
Heren, ik heb zojuist bericht ontvangen van de afdelingscommandant dat ik met de verkenningsgroep om 10:30 moet zijn op de coördinaat 939073. Wij rijden daarheen en rijd ik in die richting het verzamelgebied uit en kijk even mee op mijn kaart. Dan rijden we daarheen via deze verharde weg hier naar de locatie van het ontmoetingspunt. Dat zal ook de route zijn voor de rest van de batterij die telefonisch opdracht krijgt van de plaatsvervangende afdelingscommandant om te vertrekken. Volgorde is dan Bravo, Staf, Alpha, Charlie. Verwacht de stellingname in de omgeving van Soero. Nog vragen? Geen vragen. Verkenningsgroep instijgen en mij volgen. Verkenningsgroep instijgen! De gehele afdeling gaat nu over tot actie. We zullen die van deze batterij op de voet volgen. De batterijverkenningsgroep verplaatst zich naar het afdelingsontmoetingspunt. Verkenningsgroep nadert het afdelingsontmoetingspunt. De batterijcommandant geeft het teken verspreiden. Ieder voertuig wordt verdekt opgesteld en de bemanning zorgt direct voor de nabijbeveiliging. De batterijofficier toegevoegd neemt plaats in de jeep van de batterijcommandant en samen rijden ze door naar het afdelingsontmoetingspunt. Ontmoetingspunt geeft de afdelingscommandant zijn bevelsuitgifte aan de commandanten van de stafverzorgingsbatterij en de drie vuurmanbatterijen. Ja. Heer, de vijand is onze veren weten tot op 15 kilometer genaderd. Onze brigade heeft de opdracht gekregen zich de verdediging in te richten langs de IJssel tussen Weijen en Herenbroek. Onze afdeling neemt stelling ten noordwesten van Soerl, S3. Alpha batterij, omgeving, coördinaat 956-053, kaarthoek hoofdrichting richting 800. Coördinaat 956-053. Ter controle worden coördinaten en richting door de batterijofficieren toegevoegd herhaald. 057, kaarthoek hoofdrichting richting 800. 945057, kaarthoek hoofdrichting 800. Charlie batterij. 945066, kaarthoek hoofdrichting 800. 945066, kaarthoek hoofdrichting 800. Staf echelon. 943054. Tot vuren gereed. 1145 uur. Verplaatsing onder leiding van plaatsvervangend afdelingscommandant. Verspreidingspunt is hier en het eerste voertuig passeert 1100 uur. Commandopost 51ste Panzerinfanteriebrigade, vierkant 9808. Goed, TMO. Alpha batterij aansluiten op backup 140. Bravo batterij aansluiten op de Alpha batterij. Charlie batterij aansluiten op backup 144. Heren, de waarnemers komen op het vuursteun net om 1130 uur. Vragen? Niet. De exacte tijd? 1032 uur. Gaat u gang.
Direct na de bevelsuitgifte rijdt de batterijcommandant weer naar zijn verkenningsgroep. Kader, verkenningsgroep voor! Om deze op zijn beurt in te lichten over de voor hen noodzakelijke gegevens. Kort mensen, luister. De vijand die bevindt zich 15 kilometer van de voorste rand van het weerstandsgebied. Onze brigade heeft opdracht gekregen zich ter verdediging in te richten hier langs de IJssel in de lijn Weijen-Serenbroek. Ik heb van de afdelingscommandant opdracht gekregen om met onze batterij in de stelling te gaan in deze omgeving. En wel coördinaat 945066. Wij bevinden ons op dit moment hier. Wij rijden daar naartoe langs deze verharde weg tot het einde van de weg daar linksaf. En op dit kruispunt wederom linksaf. De Alpha-batterij die komt op 956053. De Bravo-batterij op 945057. En het afdelings-VRC op 943654. De batterij zal het afdelingsverspreidingspunt, dat bevindt zich van hieraf gezien 100 meter verderop, om 11 uur passeren. Wij moeten met onze batterij tot vuur gereed zijn om 11 uur 45. Akkoord? Instijgen, volgen. Tot de stellingname van de batterij lopen de acties van de diverse groepen nu parallel. Bediening D camoufleren! In het verzamelgebied waar zich de rest van de batterij nog bevindt, heeft de batterijofficier van de plaatsvervangend afdelingscommandant opdracht gekregen zich naar het afdelingsverspreidingspunt te begeven. Deelnemers worden door de bataljons liaison officier op de bataljons commandopost ontboden. Het AOT is u bekend. De voorste lijn ons bataljon is langs de Otterweg met de Alpha Compie rechtsvoor, de Charlie Compie linksvoor en de Bravo Compie reserve. Hier zijn de wensen van de bataljonscommandant ten aanzien van het vuurplan. Alsjeblieft. Meld u bij de compagniecommandant, de compagniecommandant over een uur bij mij. Nog vragen? Geen vragen. Goed, ga er gang. Voor de compagniecommandant van Charlie Compie. Omdat zij zich nu in de voorste lijn bevinden, begeven de compagniecommandant en de waarnemer zich in een gepantserd voertuig naar de waarnemingspost.
De compagniescommandant geeft zijn wensen ten aanzien van het vuurplan aan de waarnemer te kennen. Links, daar ligt mijn eerste peloton. Rechts, daar in die bosrand, mijn tweede peloton. Aanvulling op het vuurplan is op die kruispunt, dat is het kruispunt daar bij die bomenpartij, voorbereid vuur. Daar, bij die hoge boom, nader zich een bijhand, voorbereid vuur, hiervoor het stormvuur. Ja, akkoord. Oké. Okay. De waarnemer verkent het terrein. En om bij een vuuraanvraag direct handelend te kunnen optreden, zet hij de opgegeven punten om in coördinaten. Bij het batterijstellinggebied geeft de commandant het teken verspreiden aan de verkenningsgroep. Met het tweede voertuig, de C2 van de batterij Opper, zal het gebied verkend worden. Om in de stelling beter te kunnen manoeuvreren, wordt de aanhanger ontkoppeld. Uit het derde voertuig spoedt de batterijofficier toegevoegd zich ook naar de C2. De commandant met de officier toegevoegd en de batterij Opper gaan nu gezamenlijk het stellinggebied verkennen. Bij de Jodoeg, hier komt de stelling naar die werkopstand. Opper, voertuigen park hier bij deze bossages. Dan kun je een voldoende voertuigen kwijt. Na deze globale verkenning roept de batterijcommandant het kader van zijn verkenningsgroep bij zich om opdrachten te geven voor een detailverkenning. Goed heren, wij bevinden ons hier in het midden van het batterijstellinggebied. De batterijstelling komt daar achter te beginnen bij die bosjes, linkerstuk en dan 250 meter verder. De munitiegroep komt daar bij die hoge bomen. De batterijcommandopost en de batterijcentrale daar in die bosrand. En het voertuigenpark bij die bossages daar. Het batterijverspreidingspunt komt daar waar wij zopas de grote weg hebben verlaten en die zandweg op zijn gegaan. En de batterij die splitst zich, althans de stukken die volgen deze weg hier links en de wielvoertuigen gaan daar rechts. De gidsen die zijn om 10:45 op het batterijverspreidingspunt. De TMO sluit aan op deze B-kamp. Hier is de gang. De batterijopper en de wachtmeester verbindingen beginnen nu aan de gedetailleerde verkenning, zoals de opstellingsplaats voertuigen en de verbindingen met het stafechelon van de afdeling. De batterijcommandant gaat verder met het specificeren van zijn opdrachten. Goed mensen, het meest linkerstuk komt hier bij die berkenbomen. Het rechterstuk daar bij die hoge bomen. Daar even terug van die kleine bosjes komt het nulpunt. PRC komt hier tussen de bomen. KRT linksachter, hoofdrichting 800.000. Hier komt het nulpunt, hoofdrichting. Deze lijn komt de batterij, geëchelonneerd, opgesteld. Wachtmeester, mag ik uw kaart? De plaats van het nulpunt is daar. De batterijwachtmeester meet met behulp van passen de vastgestelde afstanden tussen de stukken en plaatst voor ieder stuk een stellingvlag. De richting van de vlag geeft globaal de kaarthoek hoofdrichting aan.
Het kompasrichttoestel wordt door de batterijofficier toegevoegd magnetisch georiënteerd in de hoofdrichting om straks de stukken in de richting te kunnen brengen. De batterijcommandant kan zich nu naar het afdelingsverspreidingspunt begeven. De wachtmeester vuurregeling loodst zijn voertuig, de GB2, naar de plaats van het batterijvuurregelingscentrum. Hij stuurt de chauffeur naar het batterijverspreidingspunt om zodra de batterij daar arriveert de GB1 naar dit punt te begeleiden. De wachtmeester begint met de voorbereidende vuurregelingswerkzaamheden, waaronder het opzetten van de vuurkaart. De terreinmeetdienst bepaalt met behulp van de gyro de richting tot op 1000ste nauwkeurig en verbetert zo nodig de magnetische oriëntatie van het kompasrichttoestel. Met de meetband worden afstanden tot op 1 centimeter nauwkeurig bepaald, zoals hier naar het nulpunt. De laatste gidsen komen aan bij het batterijverspreidingspunt. De batterijopper is klaar met zijn gedetailleerde verkenning en precies op de afgesproken tijd voegt hij zich bij de overige gidsen. Inmiddels passeert de batterij het afdelingsverspreidingspunt. De batterijcommandant gaat nu voor zijn batterij rijden en hij begeleidt het geheel naar het batterijverspreidingspunt. De eerste gids neemt de GB1, het commandovoertuig van de batterijofficier, mee. Ja, tweede gids. De overige gidsen nemen de stukken en de wielvoertuigen voor hun rekening. Zodra het commandovoertuig van de batterijofficier op zijn plaats staat, beginnen de inzittenden aan hun werkzaamheden. De wachtmeester vuurregeling holt met zijn vuurkaart naar het commandovoertuig om hem daar te voltooien. De gidsen begeleiden de stukken naar hun stellingvlaggen.
De stukscommandant van dit stuk loodst zelf zijn stuk naar de stellingvlag. Om het stuk stevig te verankeren, wordt de vuurmond op de zogenaamde schoppen gereden. De stukken staan nu in stelling. Het materiaal wordt uitgeladen en er wordt direct een begin gemaakt met het camoufleren. Door de batterijofficier wordt de juiste hoek naar elk stuk gemeten en doorgegeven. Het derde, 1-1. Het derde, 1-1-3-1. Over. 1-1-3-1. De stukscommandant geeft deze hoek door aan de richter, die hem instelt en vervolgens terugricht op het kompasrichttoestel. Vierde, 0-4-3-7. Vierde, 0-4. Vierde, 0-4-3-7. 0-4-3-7. 0-4-3-7. Het derde, klaar, kompas rechttoestel. Over. De batterijofficier constateert dat het stuk nauwkeurig in de hoofdrichting staat en geeft opdracht deze richting te verzekeren. Het derde, hoofdrichting verzekeren. Het derde. Het derde, hoofdrichting verzekeren, collimator. Over. Hoofdrichting verzekeren, collimator. Hoofdrichting verzekeren. VRC, derde, hoofdrichting verzekeren. Hier VRC, derde door. Over. De verbindingsgroep van de batterij is intussen bezig met het leggen van de rekenaarslijn naar het afdelingsvuurregelingscentrum. De batterijopper loodst de laatste wielvoertuigen naar hun opstellingsplaats. Jullie twee mee voor de nabijbeveiliging. Ja, tempo, kom op, Lidie. De taak van jullie is het bewaken van deze weg. Jullie schootsector is van die berkenboom tot die dennenboom die daar rechts staat. Bij onraad waarschuw je onmiddellijk het VRC. Begrepen? In het VRC wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting. Alle voor de vuurregeling noodzakelijke gegevens zijn door de wachtmeester vuurregeling op de vuurkaart aangebracht. De stukken zijn gecamoufleerd. De bedieningen begeven zich naar de schuilplaats. De batterij is tot vuren gereed. We moeten eerst een sigaret roken om een beetje meer commissie te krijgen. Dan zie ik wat in de bosrand.
een van drie met twee tanks. Ja, klopt. Daar die bosrand. Oké. Okay. 3-9 Echo, hier 3-1. Vuuraanvraag, over. Op uw post dan! Hier 3-9 Echo, vuuraanvraag, over. Coördinaten 0176-1405. Kaarthoek 780, over. Coördinaten 0176-1405. Kaarthoek 780, over. Peloton infanterie met gepanzerde voertuigen. Breed 200, type 50, inschieten, over. Peloton infanterie met gepanzerde voertuigen. Breed 200, diep 50, inschieten, over. Batterij midden, brisantgranaat, lading 6, snelle buis, midden. Eenmaal snelvuur. Hoekmeterstand. 3, 2, 1, 6. 3, 2, 2, 9. Kwadranthoek. Afstand. 1, 0, 7, 5, 0. Kwadranthoek. 5, 3, 4. Batterij. 3 maal snelvuur. Bravo Charlie. 3, 5. 2, 1. Batterij, 3 maal snelvuur. Bravo Charlie, 3, 5, 2, 1. Over. Batterij, 3 maal snelvuur. Bravo Charlie, 3, 5, 2, 1. Over. Links 50, vooruit 200, over. Ga links 50, vooruit 200, over. Hoekmeterstand 3-2-2-2. Hoekmeterstand 3-2-3-5. Kwadranthoek. Afstand 1-0-9-5-0. 5-5-9. Vuren! Schot. Schot. Over. Schot. Over. Terug 100. Over. Terug 100. Over. Hoekmeterstand 3-2-2-1. Hoekmeterstand 3-2-3-4. Kwadranthoek. Afstand 1-0-8-5-0. 5-4-4. Vuren! Schot. Schot. Over. Schot, over. Vooruit 50, uitwerkingsvuur, over. Vooruit 50, batterij, uitwerkingsvuur, 3 maal over. Snelvuur. Hoekmeterstand 3-2-2-1. Kwadranthoek. Afstand 1-0-900. 5-4-8.
Vuren! Uitwerkingsvuur, over. Uitwerkingsvuur, over. Afgevuurd, over. Het vuur geëindigd, peloton infanterie geneutraliseerd, voertuigen in brand, over. Vuur geëindigd. Peloton infanterie geneutraliseerd. Voertuigen in brand. Uit. Vuur geëindigd. Peloton infanterie geneutraliseerd. Voertuigen in brand. Batterij rust. De Charlie-batterij heeft één van zijn vele doelen bevuurd. En daarmee een bijdrage geleverd aan de uitvoering van de taak van de veldartillerie. Steunverlening aan infanterie en cavalerie. Hier 3-9, over. Hier 9. Lima, Foxtrot. X-ray, hotel. Papa, Mike. Steunverlening betekent het afgeven van vuren, het onderhouden van verbindingen en een mobiel optreden. Mike, papa. Een gevolg van deze drie punten is dat de batterijcommandant weer een bericht in code ontvangt van de afdelingscommandant om zich met zijn verkenningsgroep te melden voor een bevelsuitgifte ten einde een volgende stelling te gaan betrekken. Hier 3-9, Roger uit. Een verkenningsgroep gereed maken voor afmars!